Wat leuk dat je kijkt naar deze video van Online Tech Tips. Mijn naam is Kelly en in deze video ga ik jou laten zien hoe je een community aanmaakt in Microsoft Yammer. Vergeet voordat we beginnen niet om je te abonneren op dit kanaal voor nog meer van dit soort video's. Klik gelijk op het belletje om nooit meer een nieuwe video of een live webinar te hoeven missen. In Yammer kun je als gebruiker zelf communities gaan aanmaken over ieder gewenst onderwerp. Vervolgens kunnen gebruikers dan zich aanmelden op jouw community. Hierna kunnen jij en je leden zelf posts plaatsen over het gewenste onderwerp binnen de community en vervolgens op elkaar reageren om informatie uit te wisselen. Hoe je een nieuwe community aanmaakt en inricht ga ik je nu laten zien door je mee te nemen naar mijn laptop. Microsoft Yammer heet tegenwoordig Viva Engage. Dat zien we zowel aan de linkerbovenzijde, Viva Engage, als bij office.com. Dus stel je voor je wilt op dit moment navigeren naar Yammer, oftewel Viva Engage, dan ga ik veelal naar www.office.com. Dan kom je op de startpagina van jouw Microsoft-omgeving en aan de linkerzijde zie je dat je al een aantal applicaties kan gaan gebruiken. Nou, daarbovenin kun je klikken op het menu en zie je nog meer applicaties en heb je zelfs de optie om al jouw apps te verkennen. Hier staat ook Engage. En dit is dus Yammer, wat we nu dus Viva Engage noemen. Als we daarop klikken, komen we dus in Viva Engage terecht, wat af en toe nog wel de naam Yammer heeft, zoals je bijvoorbeeld ziet in de adresbalk. En aan de linkerzijde zien we een menustructuur waar we doorheen kunnen gaan lopen. We kunnen vanaf hier ook een nieuwe community aanmaken. Dat doen we bij alle communities en vervolgens klik je hier op een nieuwe community maken. Je zult een aantal zaken moeten gaan invullen rondom die community, maar alles wat je hier instelt kun je straks ook nog gaan wijzigen. De naam kan bijvoorbeeld zijn Microsoft 365. Je geeft het altijd even een beschrijving mee, omdat als jouw collega's of externen gaan kijken naar alle communities die er zijn, zien ze zowel de naam als de beschrijving ervan. Dus het is belangrijk dat je bij de beschrijving aangeeft waartoe deze community gaat dienen. Je zou eventueel direct leden kunnen gaan toevoegen. Dus je kunt zelf leden toevoegen of je kunt ervoor zorgen dat mensen zichzelf kunnen toevoegen aan de community. Dan heb je de mogelijkheid voor instellingen. Deze staat nu op publiek, dus iedereen in mijn netwerk kan deze community zien en deelnemen. Een openbare community. Je kunt dit ook wijzigen bij edit. En dan kun je ook zeggen dat het een privé community is. Dus dat je per se moet worden uitgenodigd, wil je aan deze community kunnen deelnemen. Hij staat standaard dus op openbaar, maar kun je dus ook privé zetten. Vervolgens heb je nog twee opties aangaande jouw community. Enerzijds voor het antwoorden, dus als mensen hebben geantwoord op eventueel een vraag die je hebt neergezet, hoe wil je dan dat die getoond worden? Je kunt ook nog even op het i'tje staan, dan legt hij nog meer uit waarvoor deze optie dient. Dus wil je alleen maar dat de antwoorden te zien zijn binnen de community of kunnen mensen ook via Home, hierbovenin, dus de startpagina van Viva Engage, de antwoorden gelijk inzien? En tot slot, de default van een vraag is of een vraagstelling of een discussiepunt. Dus het kan ook zijn dat je die dus standaard alvast op vraag neerzet, omdat je weet dat deze community vooral vragen dient. En je klikt op maken. Dan wordt de community gelijk gemaakt en zou je eventueel gelijk al kunnen vullen met wat informatie. Hier rechtsbovenin heb je informatie. Die is nu nog leeg en kunnen we gaan bewerken. We hebben hier onze titel en we kunnen dus hier gaan bewerken. Hier kun je zelf informatie gaan neerzetten. Bijvoorbeeld welkom op deze community. Zodra je wat hebt neergezet en je zou eventueel zelfs linkjes kunnen plaatsen, klik je op opslaan en terug. We zien nu hier de informatie staan. Je zou bij dit onderdeel neer kunnen zetten wat heel erg belangrijk is voor deze community. Hele handige linkjes, hele handige documenten,
kun je alvast hier rechtsboven in beeld neerzetten. Je ziet nu hier in beeld dat hij dus standaard de vraag gelijk heeft staan, maar dat we nog steeds kunnen kiezen voor discussie en andersom. Maar standaard hebben we aangegeven dat het waarschijnlijk een vraag gaat zijn, dus dat zal voor degenen die deelnemen aan deze community wat kliks schelen. Wil je nu de afbeelding wijzigen, dan kan dat door gewoon te klikken op de foto of hier op de coverfoto. Die kun je dan ook nog gaan wijzigen. Wat het fijnste is om te doen, je ziet dat je als je een nieuwe community aanmaakt, je eerst wat informatie moet gaan geven. Je kunt gelijk leden toevoegen, maar daarna krijg je nog meer opties aangaande de vormgeving van je community. Daarom raad ik je aan om de leden altijd als allerlaatst toe te voegen. Dan kun je eerst rustig alles netjes gaan zetten in jouw community en ga je vervolgens rechtsbovenin bij leden, ga je mensen toevoegen. Zodra zij worden toegevoegd, krijgen ze daar namelijk een e-mail notificatie van. Zijn ze nou heel erg snel, krijgen ze die e-mail binnen, klikken ze gelijk op, maar jij hebt hem nog niet helemaal netjes gemaakt of duidelijk hier gemaakt waartoe deze community dient, dan kan het natuurlijk veel vragen opwekken van deze leden. Dus je wilt altijd dat de omgeving al helemaal af is voordat je mensen gaat toevoegen. Aan de rechterkant heb je community resources. Daar vind je bijvoorbeeld een documentbibliotheek, welke is gekoppeld aan SharePoint. Eventueel een SharePoint site voor wat meer informatie om daar neer te zetten. Een OneNote om samen notules bij te houden. En een planner om samen de werkzaamheden in bij te houden. Zodra je op een van deze klikt, zal die direct in een nieuw tabblad openen. Zo heb je alles rondom één onderwerp bij elkaar. Dus we kunnen hier vragen bijvoorbeeld stellen of discussies starten. En vervolgens hebben we hier hele belangrijke informatie, bestanden of linkjes aangaande dit onderwerp. En vervolgens hebben we ook nog ondersteunend allerlei middelen, zoals een documentbibliotheek waar we nog meer documenten kwijt kunnen over dit onderwerp. Een OneNote om eventueel notules in bij te houden. En een planner om werkzaamheden in te zetten. Of issues bijvoorbeeld aangaande het onderwerp waarmee je bezig bent. Wil je deze community nu delen met anderen via bijvoorbeeld de mail, dan kun je hier de koppeling ophalen. Hij is nu gekopieerd. En dan zou ik hem bijvoorbeeld in een e-mail kunnen versturen naar meerdere mensen. Waarin je kunt aangeven, ik heb een nieuwe community opgestart, hij is openbaar, dus je kunt er zelf naartoe en gaan volgen. En hij dient hier en hiervoor. Dan kunnen mensen zichzelf ook gaan aanmelden voor deze community. Het opzetten van een community is dus vrij eenvoudig, zolang je maar weet welke opties je hebt en hoe je deze kan inzetten. Vind je deze video nu leerzaam? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Klik gelijk op het belletje om nooit meer een nieuwe video of een live webinar te hoeven missen.